We moeten misschien wel de camera aanzetten. Ja, nee, helemaal goed. Ja, zijn we er? Hey, een hele goede middag. Net even wat technische dingetjes, want ja, je kan niet live gaan zonder beeld. Maar goed, welkom bij Koningsspelen 2020 live van Breda Actief. Mijn naam is Michel en ik zie op mijn tweede schermpje al dat de inschrijvingen heel hard gaan. Even een paar huishoudelijke mededelingen. We zitten natuurlijk thuis in quarantaine, maar voor deze opname zijn we even op een locatie. En ook hier houden we keurig netjes rekening met alle regeltjes. We houden afstand, we wassen netjes onze handen, dus voor jullie dat ook. De tweede mededeling is eigenlijk ook heel belangrijk. Omdat er zoveel mensen inloggen, kan het zijn dat de verbinding af en toe wat achterloopt. Dat geeft helemaal niks. Zodra je gewoon lekker mee kan doen, kan je lekker meedoen. Dan het derde stukje. Op je tweede schermpje kan je, als het goed is, al de antwoorden zien. Wacht heel even met het antwoorden totdat je de vraag gezien hebt, want misschien ben je te snel en druk je het verkeerde antwoord in. Voor nu laten we het heel eventjes voor wat het is. We wachten nog even een paar minuten totdat de inschrijvingen binnen zijn en dan kom ik zo weer hier terug.
Ja, daar zijn we weer. Animo is heel groot, we zitten boven de 1000, dus dat is echt super vet. Maar ik doe het natuurlijk niet in mijn eentje. Ik heb een medewerkster, haha. Eva die steunt me achter de schermen. Kijk even naar zijn handje. En we hebben natuurlijk ook nog collega's. Allereerst wijksportcoach, vrouwelijke wijksportcoach, Fleur. Hey. Dan krijgen we onze mannelijke Jasper. Kijk eens. Oh, wat een spierbal heeft hij ook, okay, jongen. Sportcoach Noordwest, Anouk. De liefste sportcoach van de reactieve, Emily. En als laatste, wat nog liefst, hebben we Pleunie. Voordat we gaan beginnen, zet alles even aan de kant, want we gaan natuurlijk starten met de opening session. Dus ik ga de drie dames uitnodigen die jullie daar mee gaan doen. Heel veel succes en kom op. Hey. Nog hebben ingecheckt. Nog een aantal dingetjes. Het kan zijn dat het dus de snelheid, de verbinding even wat achterloopt. Geen paniek, komt helemaal goed. Wacht eventjes met antwoorden totdat je de vraag ook ziet. En ik ga alvast beginnen met het eerste thema. Daarvoor haal ik sportcoach Emily en Anouk even naar voren. Ja, superleuk dat jullie er zijn. En wij gaan lekker beginnen met de eerste ronde. Ik hoop dat jullie er allemaal klaar voor zitten. Dus pak je tablet, smartphone erbij. En de eerste ronde gaat over het
Koningshuis. We krijgen 7 vragen. 7 vragen, ja. En we gaan beginnen met vraag nummer 1. Wat is de lievelingskleur van Maxima? Is dat het rode vakje de kleur oranje? Is dat het blauwe vakje de kleur groen? Is dat het oranje vakje de kleur blauw? Of het groene vakje de kleur roze? Wow, dit is wel lastig, hè? Ja, je moet goed opletten. Ja, ik zal het nog een keer voorlezen. Ja. De vraag is, wat is Maxima haar lievelingskleur? Is dat het rode hokje de kleur oranje? Het blauwe hokje de kleur groen? Het oranje hokje de kleur blauw? Of het groene hokje de kleur roze? Oeh, ja. Jawel. Ik ben wel erg benieuwd. Ik weet het eigenlijk ook zelf niet. Nee, wat is jouw lievelingskleur dan? Groen. Groen. En die van jou? Ja, ik had ook echt van roze. Ja? Ja. Dat is wel de meeste kleur die erbij is. Oh ja, dat is wel waar. Ben benieuwd. Nou, we gaan even kijken wat voor antwoorden jullie hebben gegeven. Zo, de meningen zijn wel verdeeld, zeg. Oh ja. 239 van ons goede antwoord. Want het goede antwoord was de kleur groen, de lievelingskleur. Ja, en van mij. Goed gedaan. En van Maxima. En van natuurlijk van Maxima, ja. We gaan meteen door. Oh, we hebben eerst een tussenstandje. De eerste tussenstand. Jasper Kerkhof, jij staat bovenaan. Succes, dan gaan we door. Gaan we meteen door naar vraag nummer 2. Vraag nummer 2 gaat als volgt. De nummerplaten van het Koningshuis hebben speciale letters. Welke zijn dat? Is dat in het vakje rood, AB? Het vakje blauw, NL? Het vakje geel, oranje, AA? Of het groene vakje, AD? Dus nog een keer. Het is wel echt oranje, hè? Ja, het is wel echt oranje. Het is een beetje lastig. Oranje, vooruit, ja. De nummerplaten van het Koningshuis hebben speciale letters. Welke zijn dat? Is dat vakje rood, AB? Vakje blauw, NL? Vakje oranje, AA? Of vakje groen, AD? Jullie hebben ongeveer nog zo'n 20 seconden om die vraag te beantwoorden. Denk er even goed over na. Ik ben benieuwd of ze dat weten. Ik vind het best wel een moeilijke vraag. Ja, het is best wel een moeilijke. Maar ja, het is wel wat bovenbouw. Dus op zich, ja, dat is we mogen wel het een en ander al weten. We mogen dit wel kunnen weten. Ja. We zien dat we ook al veel het antwoord hebben ingevuld. Dus we hoeven nog maar 5 seconden. Dat is en dan, echt veel, hè? Ja, dat is echt veel. We hebben al 1050 antwoorden. 51. Oké, we gaan kijken naar de uitslag. 476 van jullie hadden dit goed geantwoord. Het was namelijk kleur oranje AA. Daar begint het mee. Even kijken naar de tussenstand. Oh, er is een hoop verschoven, zie ik. Jarro Smit, op dit moment sta jij op nummer 1. Hou dit vol. En we gaan snel naar de volgende vraag. En de volgende vraag is, waar komt koningin Maxima vandaan? Is dat oranje uit Argentinië? Oranje? Oh, sorry. Misschien oranje, hoor. Is dat rood uit Argentinië? Ik ben ook wel kleurenblind, denk ik. Ja. Ik heb al een bril bij. Rood uit Argentinië. Kies blauw voor Nederland. Als je denkt dat ze uit Rusland komt, moet je oranje indrukken. En als je denkt dat Finland het juiste antwoord is, dan kies je voor groen. Hey, even ondertussen, dan kunnen ze ondertussen nadenken. Maar weet jij dus hoe de koningin en de koning elkaar ontmoet, als we het toch hierover hebben? Dat ga je me vast nu vertellen. Ja, toevallig dat ik het dus gelezen heb. Maar het blijkt dus dat ze elkaar in Spanje hebben leren kennen, in Sevilla. Oh, zou ik in Spanje willen. Voor een lekker weerzonnetje. Beter. Dus zij hebben elkaar leren kennen tijdens een goed feestje. Tijdens een goed feestje, ja. Kan niet beter dan, hè? Het juiste antwoord was Argentinië. En zo maar liefst 893 hebben het goede antwoord gegeven. Dus we gaan even naar de tussenstand. Hallo? Oeh, ja. Ik zie weer in ieder geval, ik denk wel 5 andere namen in de top 5. Dat is super goed om te zien. Dus ik blijf steeds wisselen. Dus probeer snel en gewoon goed te antwoorden. Wie weet kom jij dadelijk in de top 5 terecht. De volgende vraag. Aan welk typisch Nederlands sportevenement deed koning Willem-Alexander ooit mee? Is dat in het rode vakje koekhappen? Is dat in het blauwe vakje Elfstedentocht? Is dat in het oranje vakje voetbal? Of is dat in het groene vakje roeien? Zou jij het weten? Nou, mag ik niet voorzeggen, niet voorzeggen. Nee, nee. Nou, ik denk dat ik het weet. Maar ik dacht eigenlijk dat het spijkerkoeken was. Weet je wel, met zo'n dingetje?
dat het antwoord was. Spuigenpoepen. Ja, ze ja, moet je zo heel erg standaard al zitten. Zeker! In zo'n fles met je spuigen. Dat wil ik wel een keer graag zien. Ik ook. Zijn we uitdagen? Ja. Nou, bij deze, Willem-Alexander, als je kijkt, we dagen je uit om te spijkerpoepen. Dus met zo'n dingetje om je heup en een spijkertje aan een touwtje, moet je proberen om de spijker in een fles te krijgen. We zien het filmpje heel graag via Breda Actief Facebook. We zijn benieuwd. We hebben dat bij Bink zijn. Ik hoop dat hij meekijkt. Zou leuk, zou tof zijn. We gaan even kijken naar het goede antwoord dat is gegeven. Nou, in ieder geval geen spijkerpoepen. Nee, het juiste antwoord was Elfstedentocht. Ja, dat dacht ik ook. Jawel hè. Ja, het verhaal. En heel veel van jullie hadden het goed, maar we zijn weer door. Tycho, jij staat nog steeds bovenaan. Super goed bezig. De rest kan ik eigenlijk niet lezen, dus we gaan lekker door naar de volgende vraag. Goed idee. Hou de vraag erin. Ja, wel hè. En de volgende vraag is, wat zijn de drie namen van de dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima? Is dat het rode hokje? Zijn dat Amalia? Ik kan dat niet lezen. Het rode hokje, Amalia, Ariane en Aline. Is dan het blauwe hokje, Alexia, Amalia en Aline. Is dan het oranje hokje, Amalia, Alexia en Ariane. Is dan het groene hokje, Anne, Amalia en Alexia. Ik dacht, kan ik maar beter even helpen, want ik kan het ook niet meer zien. Dan moet ik zeggen, lijken deze namen ook lijkt super heel veel op elkaar. Ja, en al die andere met de A. Ze zijn wel ook mooi allemaal, die namen. Ja. Vind je het niet mooi? Nou, bijzonder vind ik Michel, die klikt heel hard. Nee, vindt ze niet allemaal mooi. Ik vind het allemaal wel een mooie naam hoor. Ja, bijzondere namen. Pas wel in het koningshuis. Vind ik. Ja, daarom. Ja, zeker. Nou, we gaan naar de laatste 5 seconden. Ik zie dat bijna iedereen ondertussen al geantwoord heeft. Ik ben benieuwd. Ja. Hoe scoren eigenlijk? We gaan het zien. Zo, 787 van jullie hebben het goede antwoord gegeven. En dat was natuurlijk Amalia, Alexia en Ariana. Ariane. Ariane, daar moet ik gewoon weten. Ja. Is er iets veranderd? Nou, koningin Maxima die speelt mee. Die staat ineens op de 1, 2, 3, 4e plek. Nou, dat is toch ook wel leuk. Nee, dat vind ik leuk. Ja. Nou hoop ik dat koningin Willem-Alexander ook kijkt en ons uitdaagt. Dan zien we dus ons fijn worden. Laten we naar de volgende vraag. Wat is de officiële achternaam van onze troonopvolger? Is dat in het rode vakje van Oranje? Is dat in het blauwe vakje der Nederlanden? Is dat in het oranje vakje van Adel? Of is dat in het groene vakje de tweede? Hey Emily, hoe zou jij willen heten met je achternaam? Van deze 4? Ja. Nou, de tweede niet. Belangrijk, de tweede niet, want ja, ik ben natuurlijk Emily, dus dat is dan de eerste in plaats van de tweede. Dus anders. Even kijken, wat hebben we nog meer? Van Adel? Ja, of oranje is ook wel leuk. Mijn kleur was Adel. Ja, past op dit moment wel. Ja, het staat ook wel, toch? Ja. En jij? Ja, weet niet. Den Nederland is ook wel leuk. Weet iedereen meteen waar ik vandaan kom? Ja, dat wel. Maar als je op vakantie bent. Ja, soms is het beter. Ja, ik denk dat ik ook voor Van Adel zou kiezen. Ja? Dat klinkt meteen wel alsof je wel heel. Dat wel bent, toch? Ja, nou, zullen we kijken of dat ook het goede antwoord is? Ja. Ik ben benieuwd, we gaan het zien. Het juiste antwoord is gegeven door 808 van jullie. En dat was natuurlijk rood van oranje. Natuurlijk. En in de tussenstand, zo, er zijn weer veel punten bijgekomen. Koningin Maxima staat er nog steeds in. Ja, maar volgens mij is Anne is veranderd. Volgens mij is die erbij gekomen, toch? Of niet? Of stond ze er al in? Ja, die stond er al in. Nou, dan zijn jullie goed bezig en houden jullie het goed vol daar. Volgende vraag. Vanaf welke leeftijd mag je regeren als je troonopvolger bent? Is dat het rode vakje vanaf je 16 jaar? Het blauwe vakje vanaf 20 jaar? Het oranje vakje vanaf 18 jaar? Of het groene vakje vanaf 21? Dat is 18 toch, hè? Ja, dat staat 18. Ja, okay. Of vanaf 21 jaar? Dus hoe oud moet je zijn om te mogen regeren als je troonopvolger bent? 16, 20, 18 of 21. Rood 16, blauw 20, oranje 18 of groen 21 jaar. Weet je wat dan misschien ook nog wel leuk is om te vertellen tussendoor? Dat koning Willem-Alexander en koning Maxima alle twee van een andere voetbalclub houden. Echt? Ja, ik ben benieuwd. Dus je moet je voorstellen dat die er samen voor de tv zitten en ondertussen dan aan het rellen zijn. Ja, over het voetbalclub. Wie is het fan dan? Nou, Willem-Alexander is fan van Ajax. En
Koningin Maxima is fan van Feyenoord. Oh, dat zou ik allebei nog. Nee, ja, ik ben zelf ook voor PSV, maar ja. Ja. Het juiste antwoord staat in beeld. Dat is vanaf je 18. Dus je moet 18 jaar zijn als je mag regeren, als je troonopvolger bent. Hé, hey, we hebben een nieuwe. Ik wil er aanstaan. LG, dat klinkt wel cool. Ja, DJ met LG. Netjes, oké. We zijn denk ik door de eerste ronde heen. Kijk heel even goed of we alle vragen hebben gehad. De eerste vragen. Wij gaan door naar onze eerste energizer. En voor de eerste energizer mag je heel eventjes pen en papier pakken. Dus zoek even snel pen en papier bij elkaar. Dan zetten wij de eerste energizer ook even klaar. Ja, het is wel even tijd om te ontspannen, hè? Even iets anders dan die quiz. Wat je gaat doen, je gaat zo meteen een blinde tekening maken. Oftewel, je gaat tekenen met je ogen dicht. Je mag niet kijken. Je hebt daar goed gehoord. Zo, mag niet spieken. Emily gaat het ook doen. Ik ga een opdracht geven. Jullie doen natuurlijk thuis ook mee, want ik ben heel erg benieuwd of jullie het straks beter doen als Emily. Iedereen zit klaar, denk ik, met pen en papier. Ogen dicht. En dan mogen jullie als eerste een kroon tekenen. Oh jeetje, die heb ik al nodig. Niet spieken, want ik zie het, hè? Nee. Okay. Zal ik het nou naar jou kijken? Ja, ja. Oh. Ik wil er wel diamanten op, hè? Oké, komen ze. Ja, oké. Nou, laat het maar eens eventjes aan iedereen thuis zien. Nou, is bijna compleet. Hij is best goed. Wel, hè? Kijk, is heel goed. We hebben nu een video waar hij thuis uitziet. Nou, veeg maar snel uit. Doen we er nog eentje. Oké. Voordat we doorgaan. En het volgende wat jullie mogen tekenen, en ook nu natuurlijk weer met de ogen dicht, is een voetbalveld. Maar dan wil ik wel heel graag ook twee goaltjes en de middellijn zien. Oh jeetje. Ja, ik maak het wel iets moeilijker, hè? Nu zijn we wel bovenbouw. Middellijn. Middellijn. Cirkel. Ja, cirkel. Ja. En dan de goaltjes, hè? 16 meter. Moet ook, hè? Oh ja, dat moet ook. Was ik vergeten. Ja. Wow, die was best goed. Nou, deze kant. Ja, zeker. Kijk eens. Hey, mochten jullie thuis nou mooie creaties hebben, dan mag je die altijd posten op onze Facebook post over de koningsspelen. Dan kunnen wij ook terug zien wat jullie hebben gemaakt. En dat is alleen maar leuk om met elkaar te delen. Voor nu gaan we door naar de volgende ronde. En dan zijn, haal ik Jasper en Fleur erbij voor ronde nummer 2. Hey. Hey. Goedemiddag allemaal. Wij hebben het volgende thema, sport en spel, huistuin en keukensport. Wij gaan snel naar de eerste vraag. Ja, want we gaan er snel heen. In welk jaar werd het Nederlands dameselftal Europees kampioen? Is dat rood 2015, blauw 2016, oranje 2017 of groen 2018? Dan zal je wel denken, welk elftal? Natuurlijk het voetbalteam. Ja, dus in welk jaar wordt het Nederlands dameselftal van het voetbal Europees kampioen? Rood 2015, blauw 2016, oranje 2017 of groen 2018? Ja, jullie hebben nog ongeveer een half minuut om in te vullen. Ja? Lieke Martens, die van het Nederlands elftal, voetbalt bij Barcelona, toch? Ja, dat klopt. Weet je ongeveer hoeveel zij verdienen? Meer dan ik in ieder geval. Ik zou het niet weten. Ik denk 3000 euro in de maand. Hoeveel is het in een jaar? 200.000 euro per jaar. En dan verdient Lionel Messi, denk dat zo voor zo'n 3 dagen. Ja, dat is. Daar moeten we hard voor werken, Fleur. Ja. Nou, het goede antwoord natuurlijk was 2017, oranje. Wie staat er bovenaan? LJ staat bovenaan, heel goed. Daarna komt Pelle 2010 als nummer 2. Ja, ga door. Volgende vraag, Fleur. In welke plaats gaat het Koningshuis altijd skiën? Is dat rood in Leg? Is dat blauw in Tirol? Is dat in oranje in Zurich? Of groen Zell am Zee? Heb jij wel eens geskiet? Ja, maar nog nooit buiten, wel binnen in zo'n hal. Waar? Waar ben je geweest? In Rukven. Ah, oké. Snowboard? Ja, skiën. Ah. Ja, ik wel. Ik ook alleen in Landgraaf. Ook binnen. 1 keer ben ik op wintersport geweest. Ja, raad natuurlijk iedereen aan. Wintersport is echt top.
Oké, nou de antwoorden stromen binnen. Jullie hebben ongeveer nog 17 seconden. Ja. Denk goed na. Waar gaat het Koninkhuis altijd skiën? Oh. Zijn er bijna doorheen? Bijna iedereen heeft geantwoord. De meeste kinderen hebben het goed. 579 om precies te zijn. Laten we eens kijken wat de tussenstand nu is. Oh, zijn dat verspringingen? Pellas staat bovenaan, is net de tweede, gevolgd door Sjoerd en Team T. Ja, het zit allemaal al dik bij elkaar, maar we hebben nog heel veel vragen, dus van alles kan nog gebeuren. De volgende vraag. Een kwart van de Nederlanders is lid van een vereniging. Denk je dat het waar is, dan zeg je blauw. Denk je dat het niet waar is, dan klik je op rood. Ja, dus een kwart van de Nederlanders is lid van een vereniging, dus 25% daarvan. Is dat waar of niet waar? Ja. Weet je hoeveel mensen lid zijn van de tennisvereniging? In Nederland? In Nederland. Ik heb geen idee. Als slijm weet. 600.000 mensen. 600.000, dat is wel veel. Hoeveel is dat van ongeveer de bevolking? Geen idee, maar ik weet wel dat... Hoeveel hebben we in Nederland? Ongeveer 1 miljoen mensen, die staan op een balletje. Ja. We hebben 17 miljoen mensen ongeveer. Dus 1 op de 17? Ja. Ja, dat is wel veel eigenlijk. Dat is maar goed. En zullen we nog 17 seconden hebben? Waar of niet waar? Geen idee. Ja, ik ben benieuwd wat de antwoorden zullen zijn van jullie en wie er als eerste staat op dit moment. Ja, laat maar zien. De meesten denken van jullie dat het waar is en dat klopt. Dat is waar. Een kwart van de Nederlanders is lid van een vereniging. Heel goed. Pelle stond bovenaan. Zet nog steeds bovenaan? Ja, Pelle staat nog steeds bovenaan, gevolgd door Sjoerd en Team T. Nou, dit blijft nou deze vraag nog wel even gelijk. Oké, volgende vraag. Uit welk onderdeel bestaat een originele triathlon na zwemmen en fietsen nog meer? Is dat rood curling? Is dat blauw mountainbiken? Is dat oranje hardlopen? Of is dat groen schaatsen? De antwoorden lopen al binnen. Ik herhaal hem nog een keer. Uit welk onderdeel bestaat een originele triathlon na zwemmen en fietsen nog meer? Is dat rood curling? Is dat blauw mountainbiken? Is dat oranje hardlopen? Of is dat groen schaatsen? Ik heb een vraag, Jasper. Vraag. Als je gaat mountainbiken en je gaat je af, ja. Ga je hard wel eens, hè? Kijk, heel hard. Hoe hard denk je dat het ooit het snelst is gemeten? Nou, als ik ga fietsen, als ik heel hard fiets, dan zit ik rond de 30. Als ik echt hard gefietst, maar als je echt met een mountainbike berg afwaarts, zal je wel rond de 167 kilometer per uur. Ja, echt hard. 170 kilometer per uur. Ja. Dat is veel. Dat kan mijn auto niet eens. Leuk, het goede antwoord. Wat was het? Hardlopen. Yes. We gaan kijken naar de tussenstand. En het spring niet. Nee, spring niet. De top 5 blijft staan. Volgende vraag. Welke sport betekent in het Japans zachte weg? Is dat rood judo? Is dat blauw karate? Is dat oranje krav maga? Of is dat groen taekwondo? Ja, dat is wel een lastige vraag hoor. Dus welke sport? Ja, degene die vechtsport doet, die zal het waarschijnlijk ook wel weten. Zoals mijn collega Michel bijvoorbeeld, die weet dat ook. Dus welke sport in het Japans betekent zachte weg? Is dat judo, karate, krav maga of taekwondo? Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat jullie hiermee gaan invullen. En of de top 5 nu ook blijft staan, want hier kunnen natuurlijk wel wat verschuivingen plaatsvinden. Weet je hoeveel mensen er wonen in Japan die over de 100 jaar zijn? Over de 100? Over de 100. 20. 50.000. Boven de 100? Boven de 100. Nog steeds? Ja. Zo. Dat is wel heel veel eigenlijk. Het betekent in het Japans judo. Ja, rood is goed. En hij heeft toch de meeste van jullie goed. 343. De Pelle zakt wel een paar plaatsen. Sjoerd staat bovenaan. Heel goed. Tot nu toe staat Sjoerd bovenaan. Er zijn dus wel wat verschuivingen. De tekst is er ook bijgekomen.
Oké, volgende vraag. Badminton speel je altijd 1 tegen 1. Is dat waar? Dan klik je op blauw. Is dat niet waar? Dan druk je op rood. Ja, dus badminton met een racket en een shuttle. Speel je dat? Speel je over net natuurlijk. Speel je dat 1 tegen 1? Altijd. Denk je dat dat waar is? Dan druk je op blauw. Anders dan druk je op rood. Ja? Heb je al eens badminton? Heel vaak. Ja, ben je er goed? Ik krijg er altijd heel veel spierpijn van in mijn arm. Hier. Je hebt in de onderarm heb je zo'n spiertje zitten. En als je slaapt, dan krijg je hier een spierpijn. Okay. Ja? Dus die moet je ook altijd zelf een beetje goed masseren. Van tevoren, dat je hem goed loslaat. Ja? Ik tip. Ook tip voor jullie. Als je gaat badmintonnen. Nog 10 seconden. Waar of niet waar? Badminton speel je altijd 1 tegen 1. En natuurlijk is dat niet waar, want je kunt ook bijvoorbeeld 2 tegen 2 spelen. Sjoerd blijft bovenaan staan. Tex, die is erbij gekomen en die kruipt stiekem zo naar de eerste plaats. En Manouk staat nu tweede. Het scheelt niet veel, er kan nog alles veranderen. We hebben nog heel veel vragen, nog veel thema's. Dus probeer zo snel mogelijk antwoord te geven. Volgende vraag. Hoe noem je de stok waarmee je bolft? In het rood stok, in het blauw een stick, in het oranje een racket of in het groen een club. Eens kijken, antwoorden lopen binnen. Als je een hele golfbaan moet aflopen, dan ben je heel lang bezig. Dan ben je heel lang bezig. Ja, weet je hoeveel kilometer ongeveer dat is? Ik ben 1 keer mee geweest en ik denk dat dat ongeveer 3 kilometer, 4 kilometer is. 8 tot 9 kilometer. Dat is heel goed, hè? Dus je bent en bezig met de bal te slaan en je loopt gewoon 8 tot 9 kilometer. Ja. Ja, goede sport. Nou, ik ben benieuwd hoe je, hoe dat heet waar je mee golft. Een stick, een stok, een racket of een club. Wat denken jullie? We gaan het zo zien over 4 seconden. En dit is ook tevens de laatste vraag van deze ronde. Het was natuurlijk een club, daar golf je mee. Inderdaad. Sjoerd staat er steeds bovenaan. Manouk, tweede, Tex, derde. Fenna, zeg ik dat goed? Ja, Fenna, vierde en Team T staat vijfde. Oké, dit was onze ronde. Natuurlijk hebben we ook een afsluitende energizer. Let goed op. Zometeen krijgen jullie 1 minuut om de volgende voorwerpen snel te halen. Dat is voorwerp 1 een bal. Een bal. Voorwerp 2 is iets oranjes, zoals ik op mijn hoofd heb of Jasper om me heen. En voorwerp nummer 3, let goed op, dat is een zoutpotje. Een zoutpotje. Ja, dat is iets wat met zout is. Ik ga de tijd starten en dan zeg ik 3, 2, 1, start. Best vermoeiend, maar ik heb het gehaald binnen een minuut, toch? Zeker, en ik hoop dat jullie het ook gered hebben. Ga snel zitten, want volgende ronde gaat zo van start. Ik roep Michel! En ik blijf staan. Succes. Veel plezier. Oh. Nou, daar gaan we. Thema 3, koningsspelen. Helaas gaat het vandaag niet door, maar we gaan even jullie kennis testen over de afgelopen jaren. Dus ga maar door naar vraag 1.
Oké, vorig jaar in 2019, wat was het thema van de Koningsspelen van vorig jaar? Is dat in het rood water, in het blauw groente, in het geel fruit of in het groen bewegen? Dus nog een keertje, Koningsspelen van 2019, wat was het thema? In het rood water, blauw groente, geel fruit of in het groen bewegen? Ik denk groen. Groen? Maar wat zullen we bewegen hebben vandaag? Ja, hoeveel uur denk je dat wij bewegen in de week als sportcoach? Genoeg. 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 Ja, ik denk toch wel gemiddeld. Hoeveel uur per dag? Ja. Ja. Moeilijk in te schatten, maar ik denk dat wij wel aan onze dagelijkse stappen kunnen komen, gok ik zo. Denk het ook wel. En daarnaast natuurlijk ons eindsport. Ja. Als we sporten. Ja, top. Hey, jullie hebben nog 9 seconden, 8. We zijn, bijna iedereen heeft zijn vragen ingevuld, of de antwoorden ingevuld. En dan gaan we kijken naar de uitslag. Wat was het antwoord? Oeh, toch een verdeeldheid. Kijk, je hebt ze er toch ingeluisterd. Want het goede antwoord was water. Vorig jaar was het thema H2O. Dus degenen die groen hebben ingevuld, die hebben helaas pech. Sorry. En dit soort vragen zien we graag. Want in de top 5 gaan er heel veel verschuivingen plaatsvinden. We gaan door naar de volgende vraag. Waar of niet waar? De koningsspelen zijn bedacht door de koning. Denk je dat het waar is, dan klik je op blauw. Denk je dat het niet waar is, dan druk je op rood. Koningsspelen door de koning? Zou die voor zichzelf dat hebben bedacht, denk je? Denk ik niet. Nee, ik denk het wel. Dat is een te grote insteek. Ja? Ik denk wel dat hij het bedacht heeft voor de kinderen van Nederland. Want hij vindt bewegen ook heel belangrijk. Dus ja, het zou ook best waar kunnen zijn. Misschien heb je gelijk. Ik ben benieuwd wat de Breda's deelnemers daarvan vinden. Want als wij al verdeeld zijn, dan ben ik benieuwd naar jullie antwoorden. Maar we hebben nog 20 seconden de tijd, dus kijk even naar. Kijk naar, denk naar. En nogmaals, de koningsspelen zijn die bedacht door de koning. Als je denkt dat het waar is, klik op blauw. Denk je dat het niet waar is, druk je op rood. Ik druk op blauw, Fleur drukt op rood. Dus ben benieuwd. We hebben nog 5 seconden. En achter de schermen zijn ze allemaal drukke bewegingen aan het maken, dus het zal allemaal wel goed gaan. Oeh. De meeste mensen hebben het goed. 705 deelnemers hebben gezegd niet waar. Dat klopt, want weet jij door wie het bedacht is? Ik heb geen idee. Nou, door de hoge bazen van de Johan Cruijff en de Krajicek Foundation. Die hebben het bedacht ter ere van de koning. Supergoed idee, toch? Denk zo. We gaan door naar de volgende vraag. Vraag 3 alweer. We gaan door naar vraag 3. Go. Er zijn al 8 koningsspelen liedjes gemaakt door kinderen van kinderen. Is dat waar of niet waar? Klik op blauw als je denkt dat het waar is. Of klik op rood als je denkt dat het niet waar is. 8 liedjes. 8 liedjes. Ja, noem maar eens. Kijk, weet je het zo uit je hoofd? Wat was die van 2017? Ja. Nou, ja, ik heb geen idee. Ik denk dat ik het dans nog wel kan, maar ik ga het niet voordoen, want ik heb geen muziek. en misschien dat er straks aan het einde nog wel iemand dat voor wil doen. Grote kans. Grote kans. Ja. Maar 8 koningsspeelliedjes, dat betekent dat het eigenlijk dit jaar ja, een 9e zou kunnen zijn. Ja, ik denk dat het niet zo is, maar we zullen zien. We hebben nog 10 seconden. Vul er gewoon rustig je antwoord in. 8 koningsspeelliedjes. Denk je dat het waar is, is het blauw. Denk je dat het niet waar is, is het rood. Dan gaan we kijken naar de uitslag. Check. Ja. Ja. Iedereen die blauw geantwoord heeft, heeft het goed. Want dit jaar zou het 9e jaar worden zijn. 9e jaar. Dus dat betekent dat er al 8 edities voor zijn gegaan. Met ook 8 verschillende liedjes. We gaan door naar vraag 4. Mannen doet het heel goed. Oké. Vraag 4. De koningsspelen, worden die ook gevierd op Aruba? Als je denkt dat het waar is, druk je op blauw. Als je denkt dat het rood is, of als het niet waar is, dan druk je op rood. Ja. Als ik zo het fotootje zie, dan zou ik het helemaal niet erg vinden om de koningsspelen op dat strand te vieren. Nee, ik ook niet. Ik zou er graag een vakantie door willen brengen. Ja, wat voor sporten zou je kunnen doen op het strand? Beachvoetbal. Beachvoetbal. Beachtennis. Beachvolleybal. Beach rugby. We zouden in het water nog wat kunnen doen. Duikers, zwemmen.
Ja, ik zou het niet erg vinden, maar de koningsspelen, denken jullie dat die worden gevierd op Aruba? Is dat blauw waar of is het rood niet waar? Het is wel heel ver weg, hè? Dus... Ja, het is wel een eindje vliegen inderdaad. Ja. Want waar liggen ze ergens? Bij Amerika in de buurt, hè? Ja. Oké, ietsjes lager, hoor ik net. jullie hebben nog 5 seconden. Denk je dat het waar is, drink je blauw? Denk je dat het niet waar is, drink je rood? Even kijken naar de uitslag. Ja hoor, de meeste antwoorden waren op blauw, dat is waar. Het wordt namelijk ook gevierd op Aruba. Want, Fleur, wat is Aruba? Die is een deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, kijk eens. Weer een lesje geleerd. Even kijken naar de uitslag en het blijft ongeveer, nee, het blijft helemaal gelijk. Oeh. Dus we gaan snel door. Waar of niet waar? Er doen ieder jaar 6000 scholen mee met de Koningsspelen. Is dat waar of niet waar? Druk op blauw als je denkt dat het waar is. Druk op rood als je denkt dat het niet waar is. 6000 scholen? 6000 scholen in Nederland. In heel Nederland? Ja. En hoeveel scholen hebben we in Breda ongeveer? Durf ik niet. Ja, ik doe het ook echt niet. Volgens mij iets van 60? 6000 scholen? Zijn er een hoop. Ja, ik ben benieuwd. Hoeveel kinderen zouden er dan zijn? Genoeg. Heel veel denk ik. Heel veel. Maar het zou er ook meer kunnen zijn. Want ja, als er al 60 in Breda zijn, dan... Ja, er zijn toch wel meer dan 100 gemeenten in Nederland. Denk het wel. Of van wel. Zeker weten. Nou ja, kijk of ze het weten. We gaan het zien. Ja? Vul je nog snel je antwoord in? Je hebt nog 8 seconden. Denk jij dat er 6000 scholen mee aan de Koningsspelen dit jaar? Blauw waar, rood niet waar. Eventjes opletten. Tadaa, jazeker. En het is waar. Het is waar. Door heel Nederland doen er jaarlijks 6000 scholen mee. Dat is natuurlijk een gigantisch aantal. Even kijken wat de tussenstand doet. En ook deze ronde blijft die ongewijzigd. We gaan door naar vraag 6 alweer, denk ik. Hoe heet het Koningsspelenlied van vorig jaar? Dus we hadden het net over de 8 liedjes. Maar hoe heet die nou van vorig jaar ook alweer, van 2019? Heet die in het rood Okido, in het blauw Macarena, in het geel de Kabouterdans of in het groen Passapas? Nou, ik zie de teller gigantisch hoog oplopen, heel snel, dus ik gok dat jullie het allemaal goed hebben. Maar nog een keertje, het Koningsspelenlied van vorig jaar, dus 2019. Is dat in het rood Okido, in het blauw de Macarena, in het geel de Kabouterdans of in het groen Passapas? Ja. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik zou het werkelijk niet meer weten. Ik ook niet. Macarena klinkt ontzettend leuk. Ja, denk het wel. Geel lijkt me ook wel leuk. Nou, rood en groen eigenlijk ook wel. Het zijn allemaal leuke namen, dus ja. Kan ik me niet voorstellen dat het geen leuke dansjes zijn. 5 seconden. Ja. Het aantal staat stil, dus iedereen heeft antwoord gegeven. En dan gaan we... Hop, nog eentje erbij. Hey, tadaa! Hey, bijna 800 van jullie hadden het helemaal goed. Het was namelijk antwoord groen, Passapas. En ook deze ronde is Manouk ontzettend goed bezig. Gevolgd door Sjoerd, Niek, Heide, Blauwtje en Koen. Dan gaan we denken... Ik weet eigenlijk niet hoeveel vragen we hebben. Dit is de laatste volgens mij. Dit is de laatste. Wie kan er beter sporten? Is dat rood, Richard? Kaartje. Bedankt. Is dat in het blauw, Bert Visser? Is dat in het oranje DJ Hartwell of is groen Jelle ten Rouwelaar? Ja, beter sporten. Waar kijken we dan naar? Prijzen, aantal uren dat je gesport hebt, of je nog steeds sport? Ben je trainer, ja. Directeur? Ik heb geen idee. Huh? Ja. Ik denk, in Breda zou iedereen toch voor Jelle ten Rouwelaar gaan, denk ik ook. Ja, NAC-keeper geweest, trainer nu. Dus. Maar, we gaan het zien. Nog een keertje, rood, Richard. Krijtjek. Blauwbert Visser. Denk je dat DJ Hart wel beter kan sporten van deze 4? Of toch echt de keeper van NAC, Jelle ten Rouwelaar? Ex-keeper van NAC, sorry. Dat sport niet meer. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar ja, ben jij van NAC? Ja. Als je nou nee zegt, dan loggen ze allemaal uit. Dus... Ja, dat ook. Ja, maar dat zeg ik. Ik denk dat je... Oh, we zijn er alweer. En we gaan kijken. Ja, heel veel mensen hebben toch voor Jelle ten Rouwelaar gekozen. Maar als we gaan kijken naar... Alle prestaties en de jaren en noem het dan maar op, komen toch wel uit dat Richard Krijtje net iets beter, heel klein beetje beter dan Jelle ten Rouwelaar. En dan de eindstand na al deze rondes. Ja, kijk, we hebben toch een verplaatsing of verschuiving, of verspringing, of hoe je het ook wil noemen. Op de 5e plek staat nu Niek,
Dan gevolgd door Sjoerd en Thijs. De tweede plek is overgenomen door de, ja, Steuterbal. Steuterbal. En als nummer 1 nog steeds Manouk. Nou ja, 7 vragen. Mijn hoofd zit vol. We gaan ontspannen. Energizer. Let op, wat je gaat doen. Je zoekt iemand uit. Papa, mama, opa, broertje, zusje. Al doe je het met de kat of de hond. Maakt hem niet uit. Wat we gaan doen. We gaan om de beurt tellen. We tellen tot 3. Ja? 1. 2. 3. Op het moment dat ik bij 3 ben, begin ik weer opnieuw. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Oké. Top. Hey, als je het oefent thuis even. Maar we gaan het nou we gaan het even een beetje moeilijker maken, hè? Want het is allemaal wel saai. Nummertje 1 gaan we vervangen door een klap. Dus wat krijg je dan? 2. 3. 2. 3. 2. 3. Ah, shit. Ik heb het verkeerd. Hé, hey, we gaan het nog moeilijker maken. Nummertje 2. Wat gaan we dan doen? Wat is een leuke beweging? Huppeltje. Een huppeltje, een sprongetje, een sprongetje. Ja. Oké, okay, gaan we. 3. 3. 3. 3. Ja. Oké, okay, we gaan het nog moeilijker maken. Voor nummertje 3. Oh, we worden helemaal uitgelachen hier door onze cameravrouw. Dus we doen het volgens mij hartstikke goed. Maar nummertje 3 wordt een rondje draaien. Rondje draaien. Ja, dus we zeggen niks meer mee. We doen alleen gebaren en we kijken hoe ver we komen. Oké, okay, let's go. Nou ja, zoals jullie zien, wij komen niet zo ver. Maar ik hoop dat jullie het wel leuk hebben gevonden. Hou vast, we gaan naar, naar het ene laatste thema alweer. En daarvoor bedank jou, Fleur. Ja. En welkom ik Anouk. Yes, ik zag dat jullie allemaal lekker bezig waren. En ook met de quiz gaat het al heel goed. Hey, het ene laatste thema, appeltjes van oranje. 7 vragen over de kleur oranje. Laten we beginnen. De eerste vraag. Waar is het woord oranje afkomstig van? Is dat... ik zat even verkeerd te lezen. Ik kwam even niks uit. Ik moet even opstarten. Dit is namelijk het moment dat je antwoorden moet geven. Ja, even opstarten. Ja? Is dat het vakje rood? Rood? Is dat het vakje blauw? Ik neem het even over. Blauw, narang. Is het in het geel narang of in het groen oranje? Ja, dus kijken of we het nou nog een keer kunnen doen. In het rood, rood. In het blauw, narang. In het geel, narang. En in het groen, orange. Haal even 3 seconden diep adem, want... Er komt hier even... Ik denk dat ik het alleen moet doen. Zuurstof, zuurstof. Komt zo goed. Nee, hey, weet je wat het was? Ik verwachtte niet het antwoord rood bij deze vraag. Dus ja. Ik was gewoon even verrast door het antwoord. Zoals je kan zien, met live uitzendingen gebeuren er af en toe dingen die je niet verwacht. We gaan naar de antwoorden. Het goede antwoord was blauw, narang. Heel veel mensen hebben een instinker, maar toch 110 mensen goed. Was het wel een moeilijke vraag? Ja, helemaal met zo'n aankoop. De tweede vraag proberen? We gaan voor herkansing naar vraag 2, Anouk. Behoort de kleur oranje oorspronkelijk in de Nederlandse vlag thuis? Is dat rood? Ja. Is dat blauw? Nee. En jullie zien hem natuurlijk thuis al op het plaatje. En als je goed meekijkt, hebben we allemaal dingetjes. Maar goed de vraag lezen. Behoorde de kleur oorspronkelijk in de Nederlandse vlag thuis? Dus heeft hij er in thuis gezeten? Eigenlijk een beetje een insteken. Misschien wel, misschien niet. Wat zou jij antwoord zijn? Ga je dat nou niet zeggen? Ja, ik deel het eigenlijk niet. Nou, het is wel typisch dat wij allemaal zoveel oranje eigenlijk dragen tijdens dit soort feesten en zo. Misschien wel, misschien wel, misschien niet, misschien wel. Ja. Het is een lastige. Nogmaals de vraag, behoorde de kleur oranje oorspronkelijk, dus niet nu, in de Nederlandse vlag thuis? Denk je dat het ja is? Doe je rood? Denk je dat het nee is? Doe je blauw? Je hebt nog 10 seconden. Vul snel je antwoorden in en dan gaan we kijken wat de tussenstand is. Ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk, moet ik zeggen. Dit is wel spannend. Het goede antwoord was ja. Hij behoorde oorspronkelijk in de Nederlandse vlag. Pas een tijdje later hebben ze
de kleur oranje vervangen door de kleur rood. Dus de originele vlag was oranje, geel, oranje, wit, blauw. Oranje, wit, blauw. Ja, dat was de originele vlag. Nou, weer wat geleerd. De tussenstand. Manouk is steeds bovenaan. Goed bezig. Ik kijk of er ondertussen al een beetje gewisseld is aan de onderkant. Nino is erbij. Ja, toch wel. Netjes. Goed gedaan. Fijn. Leuk om te zien. Vraag 3. Wat voor kleur heeft een sinaasappel voordat deze oranje wordt? Want een sinaasappel die groeit aan bomen. Oké, denk ik. Even ter bevestiging. Ja, check. Hey, wat voor kleur die worden, zijn niet gelijk oranje, maar wat voor kleur hebben ze daarvoor eigenlijk? Denk je dat het bruin is? Druk je op rood. Denk je dat het geel is? Dan druk je op blauw. Denk je dat het groen is? Druk je op geel. En denk je dat het blauw is? Druk je op groen. Degene die deze quiz heeft ingevuld, heeft geen rekening gehouden met de kleuren en de vakjes, in ieder geval. Ja, ze moeten het een klein beetje moeilijker van maken. Ze moeten gewoon goed lezen. Wij moeten scherp zijn. Dus nog een keer de antwoorden. Rood, bruin. In het blauwe vakje denk je dat het geel is. In het gele vakje denk je dat het groen is. En in het groene vakje denk je dat het blauw is. Ja. Nou, jullie hebben nog 10 seconden. Als ik er al niet uitkom, dan hoop ik dat jullie er wel uitkomen. Maar, Ik moet zeggen, die sinaasappels zien we daar wel heel erg uit. Ja, dat is waar. Veel vitamine C. Vitamine C? Ja. Oeh. 541 hadden we het goed. Het antwoord was namelijk groen. Goed gedaan. De tussenstand op dit moment. Nou, volgens mij is hij precies hetzelfde gebleven. Dan kunnen we denk ik ook snel door en dan gaan we zien of er andere weer terug in de top 5 komen. De volgende vraag. Kan je van veel wortels eten sneller bruin worden of verkleuren? Oftewel bruin of oranje verkleuren. Is dat in het rode vakje? Ja, dat is waar. Of is dat in het blauwe vakje? Nee, dat is niet waar. Ik zal ook jou een leuk feitje vertellen ondertussen. Nou, vertel. Wist je dat wortels oorspronkelijk dus niet oranje zijn? Nee, maar bij deze weet ik dat ja, niet. Nou, daar heb ik dus gelezen. Die zijn dus blijkbaar wit of paars. Maar omdat Nederland dus zoveel wortels produceert, maakt, daar kwamen heel veel wortels vandaan. Vonden ze het eigenlijk wel leuk om het een beetje een Nederlands tintje te geven. En dus hadden ze iets van, nou, dan moeten ze dus oranje maken. En toen zijn ze dus net zo lang met die verschillende wortels gaan kruisen, zeg maar. Totdat er een oranje wortel uitkwam. En dat viel zo goed in de smaak dat nu eigenlijk altijd de wortels oranje zijn. Dus al die gekke programma's op tv, al die mensen zeg maar, die hebben onze bruin, of tenminste echt Jordy Shaw en zo, die eten veel wortels. Ja, daar moeten we nu zien. Dat is de vraag. Antwoord staat er. Ja, dat kan dus. Dus ja. Oh, nou, heb jij altijd op je vragen meteen. Dus dan weet jij wat jij moet doen om je benen niet zo wit te laten. Nee, volgende vraag. Jongens. We zitten binnen, we mogen niet naar buiten. Ik zag een kleine wisseling in de tussenstand. Ja, Nino. Nino. 4 en 5. Nino is goed bezig, want die is van 5 en 4. Dus je gaat langzaam naar nummer 1. Dan, volgende vraag. Waar staat code oranje voor in het nieuws? Is dat in het rood? Er is nieuws over het Koningshuis. In het blauw? We krijgen veel zon deze week. In het geel? Er wordt slecht en zwaar weer verwacht. Of in het groen? Het is bijna Koningsdag. Wat jij nou moet doen? Ja, ik zou op dit moment zou ik gewoon voor blauw gaan, want dan heb je al deze week natuurlijk lekker zonnebrilletjes, als we kunnen lekker buiten in de tuin, want dat mag natuurlijk wel. Maar dat mag wel. In de tuin mag je toch wel gewoon, in je eigen tuin. Ik heb een balkon, dus dat geeft niet. Een balkon? Ja, ik heb ook een balkon, maar mijn balkon zit gewoon in de zon. Ja, maar daarom ben ik zo wit. Mijn balkon zit niet in de zon. Ja, oké. Hey, de antwoorden zijn binnen. Dit was snel. 670 heb het juiste antwoord gegeven. En het antwoord was, er wordt slecht en zwaar weer verwacht. Goed om te zien als we van het wisten. Die Nina is het. Nina. Die doet het goed, want die is weer een plaatje omhoog gestegen. We gaan door naar de volgende vraag. Wat is een van de meest succesvolle musicals van Nederland? Is dat in het rood, Soldaat van Oranje? Is dat in het blauw, Mamma Mia? Is dat in het oranje, The Lion King? Of is dat in het groen, Cats? Dus eventjes nog een keer, wat is een van de meest succesvolle musicals van Nederland? Is dat in het rood, Soldaat van Oranje? Is dat in het blauw, Mamma Mia? In het oranje, Lion King? Of in het groen, Cats? Zal ik er iets bekennen? Nou? Ik ben nog nooit naar een musical geweest. Nooit? Ja, ik mag het niet zoveel zeggen, ik was al één keer. Ja, en ik zou niet eens weten waar ze allemaal. Ja, ik weet waar de Lion King over gaat.
En ik gok dat Cats over katten gaat. Nou, dan heb je denk ik wel een goed gegoktje. Ja. Maar ik ben er nog nooit geweest. Ik zou het wel heel leuk vinden om een keer te gaan. Maar je hebt de Lion King toch wel gewoon op film gezien? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Ik ben ooit naar de musical de Kleine Zeemeermin geweest. Ja, die was niet zo heel groot, zeg maar. Maar dat was wel was een Zeemeerding, geloof ik. Ben ik benieuwd wat je daar denkt. We gaan het zien. Even kijken. 456 goede antwoorden. Het antwoord was namelijk Soldaat van Oranje. Ik zie ook dat er heel veel The Lion King hadden genoemd. Kwam ik heel dicht in de buurt, maar Soldaat van Oranje was het goede antwoord. Oeh, geen verschuivingen. Nini blijft op de derde plek steken. En Manouk ook nog steeds op 1, netjes bezig. We gaan naar de laatste vraag van deze ronde. Wie staat de kleur oranje beter? Ja, nou moet je oppassen, want of... Je denkt dat ik mij dat beter staat. Rood, dus dan druk je op rood. Je moet op rood drukken. Rood. Oh, wacht even. Of blauw, hij staat mij natuurlijk veel beter. Ik zou rood drukken, mij. De derde antwoord wat je kan zien, dat staat linksboven, dat is Michel. Dat is rood. Oké, het oranje vakje geen van beide, of het groene vakje beide. Ik zou nog steeds voor blauw gaan. Ja, ik weet niet hoor, dat rood shirt met die oranje ketting, is dat nou echt de juiste combi? Ja, nee, dat komt omdat ik lieftallige collega's heb die niet hadden gecommuniceerd. Dat ik een zwart shirt aan moest. Dat is helemaal mooi. En dan krijgen wij dus de schuld omdat het oranje dus niet met het rood staat. Terwijl ik gewoon zwart met oranje heb, dus dat is gewoon veel beter. Met je wel bij mijn ogen, dus ik zou rood kiezen als ik eerder was. Rood, Michel. Ja, kijk uit met invullen, want anders hebben wij straks hier nog ruzie over. Ja, maar als je het zeker wil weten, moet je rood. Rood. Blauw. Kijken. Ah. Ja, kijk. Ja, ah. De mooiste is dus wel dat ze jou nou boven kiezen. Ja. De onderbouw was andersom. Dan heeft ze toch invloed, dankjewel. Top. We zijn klaar. We zijn klaar voor een advertiser. Ja. En die gaat eigenlijk als volgt. Het is heel simpel. Het enige wat jullie moeten doen is eigenlijk mij na te doen. Nee, we moeten eerst mee doen. Nee. We gaan even naar de Ja, daar zijn we weer. Oh, jullie zien nog niks, maar jullie horen ons waarschijnlijk wel. Camera, accu'tje, leeg, kan gebeuren. Maar we zijn er weer. We zijn terug. We hebben de tussenstand naar het vierde thema. En op de vijfde plek, Steuterbal. Die stond heel de twee mensen toch iets teruggezakt. Vervolgd door vier Ster. Op de derde plek Westlied. Dan krijg je Thijs en Manouk. Die staat nog steeds bovenaan, dus houd het vooral vol. Ja, en wij gaan alleen door met een energizer. En die energizer gaat als volgt. Jullie thuis hoeven alleen maar mij na te doen. Michel gaat mij ook nadoen, dus let goed op. En we beginnen eigenlijk heel erg simpel. Arm omhoog, dus arm omhoog. Arm naar beneden, zijn arm naar beneden. Arm naar rechts, zijn arm naar rechts. Arm naar links, arm naar links. Arm op je buik, arm op je rug. Nou, dat snappen we allemaal wel, hè. Ik ga het nou iets moeilijker maken. Wat we doen, als ik zeg arm omhoog, moeten jullie precies het tegenovergestelde doen. Dus even kijken of jij het valt. Hoeveel levens heb ik even voordat we beginnen? Drie levens. Okay. Drie levens. Drie keer proberen. Drie keer fout doen. Oké, daar gaan we. Arm omhoog. Arm omlaag. Arm naar rechts. Arm naar links. Arm op je rug. Arm op je buik. Arm naar boven. Arm naar beneden.
Armen naar boven. Armen naar boven. Armen op je rug. Ja. Armen naar rechts. Ja, dit vind ik wel als eerste leveren vanaf. Oké, nog twee te gaan. Komt ja, armen op je buik. Armen op je rug. Armen naar boven. Armen naar beneden. Armen naar je buik. Armen naar je rug. Armen naar rechts. Ah, doe het zelf allemaal naar boven. Armen naar je buik. Ja, die duurde ook te lang. Oké, nog eentje te gaan. Hoe gaat het thuis? Ook goed bezig? Wat jullie niet zien, ik word heel veel afgeleid. Dus vandaar dat ik... Oké, komt hij weer aan, hè? Armen naar je buik. Armen naar je boven. Armen naar rechts. Armen naar je buik. Ja, oké. Goed gedaan. Hey, ik hoop dat jullie allemaal klaar zijn voor de laatste quizronde. Voor de laatste quizronde ga ik eventjes bijhalen. Emily en Jasper! Ja, de laatste ronde, ronde nummer 5. Ook weer 7 vragen. Deze ronde die gaat over goed bezig zijn. Ja, gezondheid. Het leukste thema natuurlijk. Nou, laten we snel beginnen met vraag nummer 1. Vraag 1. Hoeveel beweging hebben jullie kinderen minimaal per dag nodig? Is dat rood 30 minuten? Is dat blauw 2 uur? Is dat oranje 10 minuten? Of is dat groen 1 uur? Dus hoeveel beweging heb je minimaal nodig per dag? Nou, beweging is sowieso natuurlijk wel gezond. Er zijn heel veel voordelen. Maar wisten jullie dat als je gaat bewegen, dus als je gaat gymmen bijvoorbeeld, dat je het stofje in je lichaam endorfine aanmaakt, waardoor je juist wat vrolijker voelt en wat opgewekter. Dus eigenlijk als je een beetje verdrietig bent, dan... Een beetje moe of een beetje denk van, nou, ik heb eigenlijk helemaal nergens zin in. Nou, dan moet je juist gaan sporten. Ja. Dan word je juist weer opgewekt en vrolijk van. Dus daarom zijn alle gymjuffen en gymmeesters... Altijd vrolijk! Altijd. Nou, leuk feit. Dus allemaal gymjuffen en gymmeesters worden. Ja, dat is het leukste van de hele wereld. Hey Jasper, ik ben ontzettend benieuwd naar de antwoorden die ze hebben gegeven. Het was 1 uur en de meeste dachten toch 2 uur per dag. Nee, het is 1 uur per dag. 2 uur is wel heel goed natuurlijk, omdat het doet, maar minimaal 1 uur. Manouk stond bovenaan, nog steeds. Wesley is een plekje geklommen, dus die komt eraan. Manouk, pas op, snel antwoorden Wesley. Dan kun je misschien ook nog eerst worden, ook voor de anderen. Vraag nummer 2, waar of niet waar? Je moet 2 liter water per dag drinken. Is dat blauw waar of rood niet waar? Dus 2 liter water per dag. Water. Je moet 2 liter water per dag drinken. Denk je dat het waar is, dan kies je voor blauw. En denk je dat het niet waar is, dan kies je voor rood. 2 liter is wel veel, hè? Ja, dat is heel veel. Dat is, Ik vind water ook eigenlijk helemaal niet zo lekker. Nee, als je heel lekker geen water. Hè? Als je hebt gesport, of tijdens het sporten, even lekker water. Ja, ik vind het doe maar beter dan frisdrank. Ja, is ook lekker. Maar water, dat stilt wel meer dorst. Ja, dat is heb ik wel. Ik ben benieuwd. Weet je trouwens hoeveel liter water we in Nederland per dag gebruiken? Ja, 120 liter helaas. Dat heb jij net gelezen, hè? 120 liter, ja, dat is veel. Dat zijn 12 emmers water wat je eigenlijk dus verbruikt per dag. Vooral aan het douchen, je handen wassen. Wasmachine gebruikt ook veel. Dus probeer minder te douchen. Grapje, minder handen te wassen natuurlijk. Minder lang te douchen. Hey, het goede antwoord was waar. Je moet 2 liter water per dag drinken. 2 liter water, ja. En 573 van jullie hadden het goed beantwoord. De punten worden weer opgeteld. En gelijk volgens mij, hè? De stand blijft gelijk. Nou, ik ben benieuwd of iemand anders dadelijk nog het lijstje binnendringt binnen de top 5. Ik ben benieuwd. Een nieuwe waar of niet waar? Verse groenten zijn veel gezonder dan blik, pot of diepvriesgroenten. Is dat waar? Dan druk je op blauw. Is dat niet waar? Dan druk je op rood. Dus verse groenten, hè? Dus die... de supermarkt liggen. Die nog moet snijden. Die moet snijden, ja. Die niet uit het potje komen. Ja, precies. Dat is soms wel makkelijker uit het potje. Oh ja, jij nooit vertellen over aardappels. Want weet je waar friet vandaan komt? Namelijk uit België. En weet je waarom? Vroeger gingen ze vissen. En die visjes gingen ze frituren. En die aten ze op. Maar in de winter konden ze niet vissen. Het water was bevroren. Dus wat gingen ze doen? Ze gingen de aardappeltjes schillen in de vorm van een visje. En dat aten ze op. En zo is friet geboren. Dus friet is
ja, ontstaan in was eigenlijk een vis. Ja, ja, eigenlijk wel. Zo nou, is het Jasper, ik vind het heel fijn dat je dit nu eindelijk verteld yes. hebt, want je wilt dit al dus een hele dag zeggen. Allemaal. Ik waar was het eerst vandaan komt. Oké, het antwoord is niet waar. Oeh, en maar 155 voor jullie hebben dit goed geantwoord. Dus, misschien krijgen we een nieuwe stand. Ik ben benieuwd. Nee, hij blijft hetzelfde. Dat kan ook. Nee, dezelfde stand. Niemand komt er nog iets bij. We gaan naar de volgende vraag. En de volgende vraag is als volgt. Hoeveel suikerklontjes zitten er in een blikje cola? Is dat rood? Zijn dat 3 suikerklontjes? Blauw? Zijn dat 15 suikerklontjes? Oranje? Zijn dat 8? Of denk je dat het 5 zijn, dan kies je voor de groene kleur. Dus hoeveel suikerklontjes zitten in een blikje cola? En dat doen we natuurlijk wel. Nee, we doen een normaal blikje. Ja, normaal blikje 33 centiliter. Dus niet die kleintjes van 25, ja. De normale Coca-Cola blikjes. Hoeveel suikerklontjes zitten daarin? Ja, dus denk je dat dat er 3 zijn, dan kies je voor rood. Denk je dat dat er 15 zijn, dan kies je voor de kleur blauw. Denk je dat er 8 zijn, dan ga je voor oranje. Of denk je 5 suikerklontjes zitten in 1 blikje, dan kies je voor groen. Ja. Drink je vaak cola? Nee, vroeger wel. Jij drinkt veel water. Ik drink veel water. Vroeger dronk ik veel cola, ja. Maar daar ben ik wel af en ben ik blij mee. Water is ook veel gezonder dan cola. Ja, dat is zeker waar. Er zit keiveel suiker in cola. Ja, dat weten we nog niet. We gaan kijken. Wat is het juiste antwoord? Hoeveel suikerklontjes zitten er in een blikje cola? 8! En 237 had ik goed. Ja, de meeste mensen denken toch 15 ja, suikerklontjes. Ja, ik zou er misschien ook wel bedacht hebben hoor. Ja. Met wel veel suiker in veel. Cola. Ja, ja, is te veel. De stand. Oeh, kijk eens. Oeh, ik zag alleen iets bij Manouk verschuiven. Dus die betekent dat die het goed had. En de rest denk ik niet. Steeds dezelfde tussenstand. We hebben nog 3 vragen. Welke vitamine maak je onder invloed van zonlicht? Is dat rood vitamine A? Is dat blauw vitamine D? Is dat oranje vitamine C? Of is dat groen vitamine D, B? Sorry, B. Dus welke vitamine maak je onder invloed van zonlicht aan? A, B, C of D? Wat denk je? Dit was onduidelijk wat je zei. Dus vitamine A, B, C of D? Ja, oké. Okay. Dat is een keuze. Ja, dat klopt. En wat ik denk, ja, dat ga ik niet zeggen, want ik weet sowieso het goede antwoord. Wat ik wel grappig vind, is dat als de zon dus schijnt, dat je lichaam dus zelf vitamines aanmaakt. Ja. Dat is knap, je hoeft dus niet te eten. Nou, dat wel, want je hebt meer die vitamines niet te eten. Nee, dat hoeft ook goed. Dat klopt, dus in de zon staan zit het natuurlijk wel niet te lang. Nee, dus kijk eens onder steek. Dan word je ziek. En jezelf goed insmeren, hè? Ja, zeker waar. Hey, we gaan kijken naar het juiste antwoord. Welke vitamine zit er? Krijg je als de zonschijn? Natuurlijk is dat vitamine D, Emily. Jazeker. Dus die hoeft niet te eten. Nee, dat scheelt wel weer. En de tussenstand, hey, er verschuift iets. Ja, Thijs, Thijs gaat, die gaat een stukje naar boven en we hebben de gouden vlag, die staat op de 4e plek. Zeker, de volgende vraag, de ene laatste vraag van de quiz. Wat is een gezond tussendoortje? Is dat rood? Zijn dat kersensnoepjes? Is dat blauw? Zijn dat borrelnootjes? Oranje? Zijn snoeptomaatjes? Of denk je, nee, bananenschijfjes is een gezond tussendoortje, dan kies je voor groen. Dus wat kan je het beste als tussendoortje eten? Kersensnoepjes is rood, borrelnootjes blauw, snoeptomaatjes oranje of groen bananenschijfjes. Ja, het ziet er allemaal wel lekker uit. Ja, eigenlijk. Inderdaad. Die kersensnoepjes. Ik lust ze alle 4. Zo lekker. Ja, ik lust ze alle 4. Want mijn favoriet gaat dan toch wel meer naar de... de borrelnootjes. Ja, toch wel? Ja, die eet ik echt. Ja, vind ik lekker. Heb je nog een weetje over? Ja, en, ja, wat tussendoortje, maar die is wel ongezond. Het Oreo koekje is het meest verkochte koekje van de wereld. Ja. Nou ja, ze heeft dan een omzet van 2 miljard dollar per jaar. Ja, dat is gewoon. Dat wist ik niet. Ja. We gaan kijken. Snoeptomaatjes was natuurlijk het juiste antwoord. Natuurlijk. Zo, en dat wisten heel veel van jullie. En nee, we hebben een nieuwe SME. SME komt erbij. Welkom in de top 5. Welke SME zou het zijn? Ik heb geen idee. Gaan we naar de laatste vraag? Ja, de laatste vraag. Dan zit het er al op. Doe maar. Naast gezonde voeding is het belangrijk voor een gezond leven om rood goed te slapen, blauw de tijd te nemen om te ontspannen en te lachen, oranje
voldoende te bewegen? Of groen, denk je dat al die drie de antwoorden juist zijn? Ja? Dus nogmaals, naast gezonde voeding is het belangrijk om gezond te leven, voor een gezond leven, om goed te slapen. Ik ben daar echt goed in trouwens, hè? Goed slapen. Ja? Ja. Hoeveel uur slaap je per dag? Minimaal 8. Ah, dat is wel goed. Maximaal zit er niet aan. Maar liever slapen of sporten? Moet je kiezen. Slapen na het sporten. Dat ook. Ja, vooruit. Oké, blauw. Tijd te nemen om te ontspannen en te lachen. Is lachen gezond? Zeker. Krijg je keigoede buikspieren van. Ja. Heb je al een beetje verklapt, hè? Voldoende bewegen? Of denk je dat alle drie de antwoorden juist zijn? Benieuwd. Wat hebben jullie ingevuld? Ja, inderdaad, groen is het meeste en dat is ook het juiste antwoord. Alle drie de antwoorden zijn goed. Dat betekent dat de quiz er nu op zit, Jasper. Ja, en dat er dus een winnaar bekend gaat worden. Oh, wie gaat er winnen? Zometeen komt eerst de naam van de derde persoon in beeld. Oh, dat is niet het nummer 1. Dan 2 en dan 1. We gaan kijken, jongens. Kom erop op. Nummer 3. Wie heeft deze is geworden? Quiz gewonnen? Wacht even. Op 3 staat Lisa Thijs! Thijs. Op 2 staat Wesley! En op nummer 1, wie is het toch geworden? Manouk! Ja! Ja! Wij vonden het in ieder geval allemaal heel leuk, elke sportcoach. En ik hoop dat we volgend jaar gewoon weer lekker normaal kunnen sporten buiten. En dan zien we jullie volgend jaar. Doei! 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 Thank you.